En dat is een veilig gevoel, om te weten dat we allemaal tinten rood zijn. Ja. Dan kunnen we elkaar in elk geval wat dat betreft niet meer uitschelden, toch? Waarom ben ik het boek aan schrijven? Nou, ik ben een thema begonnen op een gegeven moment, gebroken wit. Ik heb tegen mijn uitgever gezegd dat ik iets ga doen met het thema gebroken wit. Hij heeft mij niet gevraagd, wat bedoel je ermee, mevrouw Roemer of Astrid? Hij was bezig weg te gaan, hij stond op vertrek. En ik zei, en het gaan 3 boeken worden. Ik dacht, dan weet je dat vast. Maar hij heeft geen enkele vraag gesteld. Maar het thema gebroken wit heeft te maken met een ouder thema. Want intussen ben ik natuurlijk 50 jaar verder met schrijven. En 50 jaar geleden, toen was het thema zwart aan de orde. Niet zwart, maar black. En ik heb gemerkt dat jonge mensen en bijna iedereen in Nederland op een gegeven moment is afgedwaald van wat dat politieke ding dat wij toen aan de orde stelden van black en white, dat dat een huidskleuraanduiding is geworden, terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. De bedoeling was, het was zo roerig in Amerika, in de Verenigde Staten. En ik dacht wij, met Afro-Surinaamse roots, probeerden onze solidariteit uit te drukken met betrekking tot wat er in Amerika gaande was. Er waren van die rellen, demonstraties, er was iemand vermoord enzovoort. En dat gevoel van solidariteit moest een plek vinden voor mij in het Nederlandstalige gebied. En dat is moeilijk. Want wat doe je met termen als black is beautiful en black power en meer van dat soort leuzen die een groot en diep gevoel oproepen bij Amerikanen. Maar dit is een ander taalgebied. Dus ik wilde black genoemd worden. Dat is een beetje een lang antwoord, maar dan snap je het. Ik wilde black genoemd worden en mijn Nederlandse vrienden zeiden, geen denken aan, want wij duiden niet naar huidskleur. We duiden naar land van herkomst. Dus je bent Surinaams of je bent Turks, Marokkaans, Limburgs of Drents. Maar we doen geen huidskleur. Nee, maar het gaat niet over huidskleur. Maar dat konden ze zich niet voorstellen. Maar ze wilden ook niet. Toen gleed het begrip black en white, gleed naar zwart en wit. Dus we hadden opeens witte mensen en zwarte mensen. Maar omdat we witte en zwarte mensen hadden, raakte het begrip, het politieke, dus de inhoud van het politieke ding, raakte weg. En het werd witte mensen, dat ben jij, en zwarte mensen, dat ben ik. Ja. Dus het werd een soort huidkleuraanduiding die tot in de Tweede Kamer nog uitgevochten wordt. Want dan zeggen Kamerleden, hey, luister, noem me niet wit, ik ben geen witte man hoor. En dan houdt hij een papiertje bij zich en zegt, kijk maar, ik ben toch niet wit. Dus het bedroefde mij wel dat ik zag dat er iets gebeurde met die twee begrippen wat niet goed was. Oké. Nu vond ik met gebroken wit, dus 40, 50 jaar later, dat het tijd was om gewoon hier iets mee te doen. En wat kon ik ermee doen? Door te kijken wat is er in de afgelopen 40 jaar gebeurd, bijvoorbeeld in Amerika en de Verenigde Staten, waar die notie vandaan kwam. En ja, daar is veel gebeurd. Ze hebben zelfs Obama gehad. Dus Obama als man met roots in Afrika schrijft daar als president geschiedenis. Dus er is veel veranderd. Wat is in Nederland gebeurd? In Nederland is de discussie, want de discussie rondom zwart-wit ging heel erg zijn speerpunt vinden in hoe denk je over Zwarte Piet. Want als je een bepaalde houding hebt met betrekking tot Zwarte Piet, dan snap ik jouw politieke stellingname ook. Dus het werd een soort breekpunt. En ik kon zeggen, ja, na 40 jaar weten eigenlijk alle Nederlanders, dus ook alle autochtone Nederlanders, maar ook de mensen in Suriname,
die weten dat er een kwestie is rond Zwarte Piet, waarin ze mogen kiezen. Wil ik wel, wil ik niet, wil ik het een beetje, wil ik zo, wil ik... Maar ze denken er in elk geval over na. Mm-hmm. Dus daar komt deze hele kwestie vandaan, waardoor ik heb gezegd, afgelopen met die begrippen black en white, wat mij betreft. Ik breek met, dus daarom heet het ook gebroken wit, ik breek met dat begrip wit. En ik heb wit gepakt niet, want ik had kunnen zeggen gebroken zwart, ja. Maar zwart was underdog, dus moeilijk om te breken. Wit had de power van prioriteiten en zo. Dus ik heb gezegd van, laten we gebroken wit, ik noem het thema gebroken wit. Dus voortaan, het is zo makkelijk, voortaan, zijn alle mensen voor mij weer gewoon geworden wat het oorspronkelijk was. En dat is dat mensen worden geduid naar waar ze vandaan komen bijvoorbeeld. Of zoals de biologen tegenwoordig zeggen, luister, we zijn allemaal roodhuiden. En mensen die een beetje meer pigment hebben, die gaan naar bruin of donkerbruin. Maar allemaal zijn ze een tint van rood. En het is een veilig gevoel om te weten dat we allemaal tinten rood zijn. Ja. Dan kunnen we elkaar in elk geval wat dat bedrijf niet meer uitschelden, toch? Ja, zeker. Dus het is heel lang, maar zo ben ik bij gebroken wit gekomen.